hoe kijkt u nou naar al die berichten? Hè? Gisteren ook weer bij Plan Nederland. Wat is verschrikkelijk. Ik heb zelf ook natuurlijk in de humanitaire wereld gewerkt. Ik vind het afgrijzelijk. Ik weet hoe kwetsbaar mensen zijn. Ik weet ook hoeveel belangrijk werk er wel wordt verricht. En het is onterend ook naar het vertrouwen natuurlijk van de Nederlandse burger. Die in goed vertrouwen geld geeft omdat hij of zij denkt dat het goed wordt besteed. En dit kan niet, het mag niet en we zullen er heel strak helder beleid op voeren. Wat gaat u doen? Nou, het is complex qua beleid natuurlijk. We hebben al een hele een duidelijke brief naar alle medefinancieringsorganisaties gestuurd. Wat onze verwachtingen zijn, wat we willen zien in hun eigen beheer, in hun eigen toezicht. Wat we verwachten van hen. En we gaan zelf ook onze eigen toekomstige afspraken met hen, ook qua financiering en normen, gaan we bijstellen. Om ook natuurlijk gevolg te geven als er situaties zijn als ondanks alle toezichtsveranderingen, alle implementatie-eisen, als er dan toch weer misstanden zijn, dat we daar ook gevolgen aan geven. Welke gevolgen? Nou, gevolgen is bijvoorbeeld geld terugeisen, kijken of je bijvoorbeeld strafrechtelijk daar wat aan kunt doen. We zien nu dat donateurs hun donateurschap dan opzeggen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kan me dat goed voorstellen. Het is een hele normale, logische reactie. Ik hoop wel dat de hulporganisaties zelf natuurlijk heel snel het vertrouwen kunnen herstellen. Dit is kritisch. Het is een kwestie van ethiek. Het is een kwestie van moraal. En er is veel belangrijk werk te verrichten. Dus ik hoop ook dat de vele organisaties die wel goed werk doen, dat die ook het vertrouwen van de burger kunnen terugwinnen of blijven behouden.